like challenge. Like deze video sneller dan dat ik mezelf een box geef. Ik ben mega snel. Huggy Wuggy, Poppy Playtime. Ik heb het spel gespeeld en ik was bang. Maar nu is het middernacht en ben ik beter voorbereid. Ik heb een extra onderbroek. Als ik het spel uitspeel, zo snel als ik kan, krijg ik een prijs. Gelukkig weet ik wat de bedoeling is in dit spel. Eerst de videoband. En terwijl hij aan het babbelen is, loop ik alvast naar de plek waar ik zo meteen moet zijn. De trein. Groen, roze, geel, rood. Groen, roze, geel, rood. Ha. De deur is open. Pak deze videoband. Die moet hierin. En het is tijd voor een filmpje. Maar ik heb geen geduld. De eerste keer toen ik dit speelde, wist ik vrij weinig over Huggy Wuggy. En nu weet ik meer. Hij is namelijk blauw, heeft scherpe tanden en wilt iedereen eten. Ze zeggen dat als je iets engs voor de tweede keer doet, dat het minder eng is. Nou, dat gaat blijken. Want de deur gaat open. En dat betekent dat onze grote blauwe vriend er weer staat. Die zometeen waarschijnlijk minder blij kijkt. Oké, ik geloof dat ik dat moet doen. Huggy Wuggy. Dat is mijn sleutel. Oké, zoals ik zeg, ik moet zo snel zijn als ik kan. De eerste keer toen ik deze poster zag, wist ik niet dat dit Kissy Missy was. Nu weet ik het wel en ben ik eigenlijk nog banger. Dat is wel een soort van het nadeel. Juist omdat ik nu meer weet over Huggy Wuggy, Kissy Missy, is alles misschien wel juist enger. Ik weet dat ik oh ja, dit is het moment waarop Huggy Wuggy is verdwenen. Het is een goocheltruc. Gelukkig heb ik mijn grabpack. En moet ik deze kant op. En dit is een mooie plek, want dat was een arm. Ik was het bijna vergeten. Huggy Wuggy, praat met me. Ik weet dat je hier echt misschien was ik dat ook vergeten. Come on, het is alweer even geleden. Ik weet in ieder geval waar ik heen moet. Als het goed is, moet ik zo meteen een machine aanzetten? Ah ja, dat was hier. Ik heb de eerste. Springen! Waar lagen ze ook alweer? Ah, daar ligt er één. Hallo tijger. Hoe is die? Ja, gevonden. Kom mee met mij. Nog één te gaan. Wacht eens even. Oeh. De eerste keer was ik hier echt iets van 10 minuten mee bezig. En nu heeft het me 10 seconden gekost. Misschien kan ik zelfs wel wat nieuwe dingen vinden in het spel die ik eerst niet kon vinden. Oké, daar gaat de mechanische arm. Cadeautje, cadeautje. Ik ben bang. Heel erg bang. Dit voelt echt alsof ik een horrorfilm voor de tweede keer kijk. Dankjewel. Ik weet dat ik hier moet zijn. Links, rechts. Let's go! Ik blijf het eng vinden. Wat moest ik hier ook alweer doen? Was het niet iets met elektriciteit? Jazeker. En dan deze kant op. Ik zit in een achtbaan? Nee. Maar ik ga wel vooruit zonder iets te doen. Automatische piloot. Oh my gosh. Ja, dat stukje was ik. Heel misschien heel misschien ook een beetje vergeten. Ik weet waar ik ben. Ik weet niet hoe lang ik al bezig ben. Maar de vorige keer stond ik geloof ik nu nog voor Huggy Wuggy. Dus ik heb geleerd om sneller te zijn. En om niet in mijn broek te plassen. Niet dat ik dat de vorige keer wel deed. Oké, misschien een beetje. Het was eng, oké. Ik wist niet wat me te wachten stond. En nu eigenlijk nog steeds niet helemaal. Dat is gedaan. Dus ik kan oh my gosh, dat was geen verstandig idee. Ik kan mezelf bijna niet verstaan. Ik moet snel zijn. Met andere woorden, ik moet al deze dingen openzetten. Laat de onderdelen er maar uitkomen. En ik sta hier alvast klaar, want ik ga speelgoed maken. Dit is bijvoorbeeld zo'n detail wat ik de vorige keer over het hoofd heb gezien. Dit is een dichte doos met Poppy Playtime voorop. Best kans dat in deze doos er allemaal Poppy Playtime zitten. En daar zijn nog veel meer van die dozen. En wat is dit bijvoorbeeld? Een tunnel naar beneden? Kijk eens wat we hier hebben. Mijn zelfgemaakte speelgoed. En nu is het tijd om deze deur te openen. Hij is aan het scannen. Het moment is daar. Wacht eens even. Volgens mijn berekeningen was dit het moment waarop ik de vorige keer bijna in mijn broek plaste. Oh ja, dat was dit moment. Huggy Wuggy, luister. Dit is de tweede keer dat ik je zie. De vorige keer was ik langzaam en bang. En langzaam. Kiekeboe. Kiekeboe. Huggy Wuggy. Oké, sorry, het spijt me. Ja, ik ga al. En dit is het stukje wat ik de vorige keer niet zo leuk vond. Oh ja, en ik weet alweer waarom. Oké, ik mag niet afgaan. Oh my gosh. Dat is een van de dingen. Niet afgaan. Ik ben iets minder bang dan de vorige keer, maar het scheelt niet veel. Moet ik hierin? Nee, daar kan ik niet in. Zolang ik maar niet achterom kijk, is het goed. Zolang ik maar niet achterom kijk. Oh my gosh. Oh my gosh. Gewoon rechtdoor. Rechtdoor en niet achterom. Oké. Wat is het zometeen? Kan ik hier links, rechts? Oh, ik moet hierin. Oké. Kan ik hier rechts? Ik kan hier rechts. Hierin. Oh nee, daar moet ik niet in. Oh nee. Oh nee. Oké. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Er moet een soort van Huggy Wuggy woordenboek zijn met woorden die je zegt wanneer je bang bent. Naar beneden. Ga met die banaan. Oh ja, dit weet ik nog. Snel. Snel. Oh, snap. Weg. 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 Oeh. Dat ging overduidelijk een stuk sneller dan de vorige keer. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik helemaal niet bang ben. Hé, wat is dit?
ik heb het meegenomen. Huggy Wuggy is hier net naar beneden gevallen. Misschien moet ik een stukje verder lopen dan de vorige keer. En kan ik hem ergens zien liggen? Job, het is een speedrun! Schiet op! Oh ja, gelukkig weet ik wat me te doen staat. Eng speelgoed. Oké, deze deur moet open. Ik spring van de trap af, ja. Ik ben minder terughoudend dan de vorige keer. Misschien moet ik hier ook goed opletten. Misschien vind ik iets speciaals. Bijvoorbeeld deze deur. Wat is daar? Aan de kant kast, ik wil weten wat er is. Oké, prima. Gelukkig weet ik wat me te doen staat. Want hier hebben we Poppy Playtime. Ik doe de deur open. En toen dat. Maar. Ik heb het gehaald. En dat betekent. Mijn welverdiende prijs. Het is een Happy Meal. Ik had op iets beters gehoopt. Job, kijk er nou in. Oké. Oh my gosh. Ik heb beter licht nodig. Oh snap. Het is de Squid Game Pop. En wacht eens even. Deze zou je in de kerstboom kunnen hangen. Alleen dan mag de kerstboom niet bewegen. Ik ben blij met de prijs. Ik kan niet wachten op Poppy Playtime 2. Of eigenlijk wel. Ik ben bang. Ik ben een bij. Ja, ik had even wat minder engs nodig na mijn Huggy Wuggy avontuur. En hier kan ik mijn bloemen verkopen voor honing. En daarmee, kan ik mijn landje uitbreiden. Ja, ik ben een bij. Toen ik vanochtend opstond, dacht ik niet dat ik dat zou zijn. Zie je wel? Alles is mogelijk. Als je het maar wil. Een ei van een bij. Een bij-ei. Ik heb geen idee wat ik zeg. Dus in dit spel ben je een bij en moet je een zo groot mogelijk eiland krijgen. Sommige zijn al heel ver. Dit allemaal is van één persoon. Bij. En deze persoon heeft een soort van woestijn met allemaal handlangers. Dat wil ik ook. Het is tijd voor mijn eerste handlanger. Welke... Het is een zeldzame. Dus iedere keer dat je een ei ontgrendelt, kun je hem maar één keer openen. Een zeldzaam ei. Wat op zich nice is... Een legendary bij. En deze bijen gaan dus letterlijk voor mij aan het werk. Ik ben geen werkgever. Ik ben een honinggever. Want bijhouden van... Bijhouden van honing. Het was een woordgrapje. Er zijn best wel veel dingen die rijmen op bij. Dat is iets wat ik me vandaag besef. En ik ben er best trots op. Spam in de comments. 3 woorden die rijmen op bij. En aardbei is toegestaan. Vooruit dan maar. Onderin is te zien welke bijen er nu in mijn team zitten. En ik doe eigenlijk het leuke. Namelijk extra land kopen. Terwijl de andere bijen alleen maar honing moeten verzamelen. Ja, ik ben een slechte baas. Maar hey, het is een spel, oké? Ik zie daar verderop iets doorzichtigs. Het lijkt op een ei. Hallo boom. En ik denk dat als ik die unlock, dat dat een hele zeldzame is. Dus dat is waar ik heen ga. Het nadeel is alleen... Naarmate je meer stukjes land unlockt, wordt het ook steeds duurder. Een verrassingsei. Ik hou van verrassingen. Oh, 1000 honing. Oké, dat klonk alsof ik teleurgesteld was. Ik bedoel, ik ben blij. Ik hou van honing met pindakaas op brood. Het is leuker als je een bij krijgt. Oké, ik heb hier weer een zeldzaam ei. Ik wil een legendary. Het is geen legendary. Ik ben zo druk met stukjes land kopen dat ik gewoon vergeet dat ik honing moet verzamelen. Hoe kan het eigenlijk dat deze persoon palmbomen heeft, deze persoon cactussen en ik bomen? Normale bomen. Wat doe ik fout? Ik ben bijna bij het doorzichtige ei. En ik ben echt benieuwd wat erin zit. Oké, let's go. Moment van de waarheid. Dit is het zeldzaam. Ik heb te weinig honing. Ik heb een zielig muziekje nodig. Ik vond een ei. Hij was niet van mij. En ik wou er een aard bij. Ja, sorry. Ik moet gewoon rijmen. Moment van de waarheid. Wat zit er in dit ei? Het is... Ben je echt serieus? Nu moet ik deze ook nog openen. Maar... Een teleport... Teleport... Dimensport... Ik ga erin. Oh, en nu kan ik... Oh, nice. En nu heb ik mijn wereld veranderd. Nu moet ik wel helemaal opnieuw beginnen. Oh my gosh, nee. Oké, op zich snap ik dat wel. Wat zit er in mijn verrassingsei? Honing. Maar dit is een geinig spel. Nooit gedacht dat ik een bij wou zijn, maar... Nee, eigenlijk wil ik dat nog steeds niet. Ik bedoel, het lijkt me leuk voor 10 minuten. Ik hou van honing, maar ik hou ook van spaghetti bolognese. En ik weet niet of bijen dat kunnen verzamelen. Kijk, ik kan de koelkast open doen, maar een bij moet eerst een spaghetti bloem vinden. Oh, eigenlijk, ik heb best wel medelijden met bijen. Zouden ze überhaupt weten... Oh, mijn honing is op. Zouden ze überhaupt weten hoe lekker een spaghetti bolognese is? Waarschijnlijk niet. Ik ben onderweg naar mijn laatste ei. Het is een normale bij in het ei. Huggy Wuggy is op zoek naar Poppit Fidgets. Oeh. Ik dacht dat hij hierin onder zat. In dit spel moet ik proberen... Hey, een badkuip. Met een bad eentje. Yes! In dit spel... Dat is satisfying. Moet ik zoveel mogelijk Poppit Fidgets vinden? Ben jij een Poppit Fidget? Het is een spons. Ik dacht dat het een spons undercover was. Maar als ik hier heel voorzichtig overheen loop... en ik spring via deze knoppen naar de ladder... dan ben ik hier. En dan kan ik heel voorzichtig... Oeh, nice! Ik heb een kreeft! En dat maakt geluid. Als ik 14 fidgets heb gevonden, kan ik hierin. Oh my gosh. Ga me nou niet vertellen dat als ik in het toilet duik... Oh nee, laat maar. Ik dacht dat er één ging zijn. Dit is wel een chille jacuzzi. Extra bubbels als je doortrekt. Er staat hier wel een kastje open. Ah, een octopus. En hier hebben we schoenendozen. Ga me nou niet vertellen. Ik wist het. Dus als dit ding zijn teen stoot, dan hoor je dat. Oeh, dit is een grote deur. En ik kan naar binnen. Hallo? Is daar... Is dat een kikker? Ik ben parkourmaster. Spring over de weegschaal hierop, over de roze handdoeken en... Ik zit vast. Oh nee, toch niet. Yes, ik heb de kikker. En als ik hem kus...
Wordt het een prins? Nee, maakt het een irritant geluid. Ik moet in de prullenbak zien te komen. Dat klinkt een beetje raar. Maar come on, ik ben op een missie. Misschien is er hier nog één. Oh, de dolfijn. Oké, een hele belangrijke sprong. Wow. Ah, yes. De UFO. Gaat dit een buitenaards geluid maken? Niet echt. Maar het voordeel is wel, ik heb er nu genoeg, oh my gosh, om hier te zijn. Dat daar is een VIP. Ga ik zo heen. Want eerst, au, Lego. Ja, dat doet pijn als je erop stapt, toch? Het zal wel. Hey, een puzzle fidget. Maar nu zit ik serieus vast. Ik zit vast in de bank. Ik stap mijn fidget auto in. Op weg naar de VIP. Dat was een kort ritje. Oké, wat gaat hier binnen zijn? Wow. Oké, dit is heel cool. En ik zie daar een grijpautomaat. Ja, ik win daar bijna nooit iets mee. Maar onder de grijpautomaat, fruit fidget. En zoveel cadeautjes. Waarschijnlijk. Yes. Een kroon. En in de grijpautomaat zit er denk ik ook één. Oh my gosh. Ik wil de prijs zijn. Nou, eigenlijk, ik wil deze hebben. En weer naar buiten. Wacht eens even. Wat zie ik daar glimmen? Het is de teddybeer fidget. En ik kan via deze tickets naar boven lopen. En dan ligt daar een vallende ster. Wacht, zou ik hierin kunnen? Ik denk het wel. Oh, dat is een schoen. Hoe komt een schoen hier? En ik kan zelfs deze kant nog op. Alleen alles is zo hoog. Hoe moet ik hierop klimmen? Ik wil nog één laatste fidget vinden. En ik denk dat ik die heb gevonden. Is dat een vogel? Het is een zwaan. Moet ik meer fidgets vinden? Spam dan ja in de comments. Like voor meer. En adios.